Ruiter. Ik ben de man om onze vloot te leiden. Als opperbevelhebber? Je bent een van de meest ervaren mensen in onze vloot. De Engelsen zitten niet stil, Ruiter. We moeten de vloot van nu opbouwen. De Engelsen willen oorlog met ons voeren, omdat wij Nederlanders zijn. Vrije Nederlanders! Ja, niet gemist heb. Ik had er alleen voor stond dat ik er niet bij was. Ik had je toch niet meer in de steek. Het gaat om het landsbelang, Ruiter. Ga maar. Het heeft weinig zin om thuis te blijven als er straks geen thuis meer is. Strakke organisatie, dat is de sleutel. Binnen schade oproepen! How the hell did they get there? Onze vloot heeft de Engelsen een flink pak slaag gegeven. Did Roy tell you heard you into a trap? Dus die de Ruiter is inderdaad zo goed als dat ze zeggen. Dat is een mooie overwinning voor Johan de Wit. De gevaar komt van de prins gezin. Ja, de Engels definitief op de knieën dwingen. And the Prince of Orange, William III. U kunt een beslissende rol spelen. U bent niet voor niets de neef van de Engelse koning. What would you think if I was to make you king of the Netherlands? You surely don't expect me to betray my country, do you? I expect you to do your duty by your family. Je kunt het symbool van ons verzet zijn, Michiel. Mijn burgeroorlog om me geweten hebben. Juist nu moeten we laten zien dat we kunnen samenwerken. Dit is het moment om mijn slag te slaan. Jij moet ze tegenhouden. Ik vind geen betere dan nu. Voor zo'n man wil je leven nog een keer op het spel zetten? Voor een man die nog nooit heeft bedacht hoe het voor ons is en onze kinderen? Juist voor jou, juist voor de kinderen. Begrijp dat dan. Hij garandeert jullie veiligheid als ik weg ben. We moeten dit land met z'n allen weer opbouwen. Dit is onze belangrijkste troef, Michiel. Onze vrijheid alleen beschermen als ze ook willen vechten voor die van een ander. Ja, kom op!